vandaag leer je jezelf beter kennen. En dat heb je later wel nodig. Ja, ik vind het enerverend vooral. Ja. En leerzaam. Zeg maar op een andere manier leerzaam dan op school leerzaam. We zijn vandaag als Nijenrode bezig met de leerlingen van het gemeentelijk gymnasium uit Hilversum. Een voor ons heel spannende nieuwe doelgroep. Voor de tweede keer hier op Nijenrode. We zijn natuurlijk gewend om met managers en professionals die al jaren in het bedrijfsleven zitten te werken. Dus voor ons heel uitdagend om met leiderschapsontwikkeling met deze doelgroep aan de slag te gaan. De eisen die de samenleving stelt aan leerlingen zijn steeds hoger, steeds complexer. Ze krijgen de opdracht mee om hun leven vorm te geven. En dat is een opdracht die eigenlijk te moeilijk is voor mensen van deze leeftijd. Nou, wat je merkt dat in het schoolsysteem heel veel aandacht wordt besteed aan heel veel vakken zoals biologie, wiskunde, talen, etc. Maar dat leiderschapsontwikkeling nog niet zo in het schoolsysteem zit. Dus ik hoop dat zij vandaag een stuk meenemen als het gaat om wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik waar ik voor sta en wat ik heel graag wil ook realiseren in mijn leven. Zij staan nog aan het begin van een veel langer en veel groter traject. Wat zij voor de kiezer gaan krijgen de komende jaren is denk ik iets waar we ons nauwelijks nog een voorstelling bij kunnen maken. Maar ik hoop dat ze mede door deze dagen daardoor een stuk beter al zijn voorbereid, krachtiger zijn, naar binnen hebben kunnen kijken om vrij naar buiten te kunnen kijken. Dat is waar we hen in willen steunen. Hoe kun je kinderen helpen hun weg te banen naar een toekomst die veel eisend is, waar veel concurrentie is, waar ambitie gevraagd wordt, waar persoonlijke articulatie een element is, veel meer dan voorheen, waar ze eerder klaar moeten zijn en zich eerder bewust moeten zijn van keuzes. Het leert je gewoon om jezelf te zien in een ander perspectief. En dat is wel heel cool. Ja, heel intensief inderdaad. Maar zeker leuk. Ik heb geleerd dat ik beter moet nadenken over mijn talenten, want ik heb ze nog niet gevonden. En dat heb ik nodig. Ik heb vandaag geleerd anders te kijken naar mezelf en anders te kijken naar de rest en de wereld. Gewoon naar de wereld. Meer anders te kijken naar hoe ik wat dingen doe. Dat dingen niet altijd zo zijn als ze eruit zien. Dus probeer het vanuit een ander perspectief te zien en dan kan de werkelijkheid veranderen. Hoe we moeten leren en zo en hoe je out of the box moet denken. En perspectief en zo, die dat laten zien met aan de ene kant iets wat wij leuk vinden om te zien wat ons vermaakt. En aan de andere kant wat wij in de praktijk zullen moeten gaan toepassen. Ik heb zelf twee dochters en ik had gewild dat zij in hun examenperiode iets hadden gehad wat deze jongelui nu krijgen. Omdat ik ze heb zien worstelen. En ik zeg niet dat deze jongelui nu niet hoeven te worstelen. Maar soms met de verkeerde dingen. En ik denk dit soort processen dat het echt van steun is om zo'n spannend jaar. En je staat voor nog een redelijk onbeschreven toekomst. Om daar zo in te staan. Ik had het ze gegund.